tweede toepassing die ik wil laten zien is: hoe stel je een vergelijking op van een raaklijn aan een tweede graads functie? Dus dan moet de veelstift het wel doen. Nee, ik doe het nu, pak ik even een andere. Vergelijking. Raaklijn. Tweede graads functie. Het hoeft niet per se een tweede graads functie te zijn. Het kan een willekeurige functie zijn. Maar in dit voorbeeld hanteer ik een tweede graads functie. F is, laten we zeggen, x kwadraat. Een eenvoudige tweede graads functie. Een schets ervan is dat het dan zo loopt. X-as, y-as. En hier is y bepaald door x kwadraat. Stel dat wij in het punt x is 2 willen weten wat is de vergelijking van de groene lijn. Oké. Dan probeer ik zwart nog even en kijken of dat dan lukt nu wel. Nee, dat lukt nog steeds niet. Gaan we terug naar blauw. Van de groene lijn. Oké. Ik laat het woord lijn vallen. En de algemene vergelijking van een lijn is y is ax plus b. Oké. In dit geval gaat het dus om bepaling van a en bepaling van b. Want als we a en b weten, hebben we de vergelijking van de lijn vastgelegd. Oké. Wat was A ook alweer en wat was B? Even terug naar een stukje theorie erover. B was het snijpunt met de y-as. En A was de richtingscoëfficiënt. Dus als je één stap naar rechts zet, dan ga je A stappen omhoog of omlaag. Oké, A is de richtingscoëfficiënt en B is dus het snijpunt met de y-as. Als we eens met A beginnen, ik laat het woord richtingscoëfficiënt vallen, dat heb ik eerder in de colleges genoemd. Door te differentiëren bepaal je wat de richtingscoëfficiënt is, of de functie van de richtingscoëfficiënt, van een andere functie. Dus we gaan eerst A bepalen. En A vinden we door de functie, in dit geval fx, te differentiëren. Dus dan krijg je dfx dx is gelijk aan x tot de macht 2 gedifferentieerd. Dus 2 naar voren halen, 2 min 1. Er blijft 1 over. Nou, die 1 schrijven we niet op. Dus hier hebben we een uitdrukking voor de functie van de richtingscoëfficiënt van een parabool. Je ziet dus dat het afhankelijk is van de waarde van x. Dus dat betekent als wij de richtingscoëfficiënt willen weten in x is 0, in de oorsprong, dan zie je dus dat de richtingscoëfficiënt van de x-as, dat is natuurlijk 0. Dus als je hier 0 invult, komt er 0 uit. Als je de richtingscoëfficiënt wil weten, bijvoorbeeld voor min 4, dan moet je hier min 4 invullen. Dan krijg je, dan komt daar min 8 uit. Dus het betekent dat in plaats van x is min 4, dat de richtingscoëfficiënt min 8 is. Dat betekent 1 stap naar rechts en 8 naar beneden, vandaar dat minnetje. Maar in dit geval willen we dus weten wat de richtingscoëfficiënt is in x is 2. Dat betekent dus dat wij voor x dan 2 moeten invullen. Oké, nou dat is een eenvoudig rekensommetje. 2 keer 2, dan komt er 4 uit. Oké, dus voor x is 2. Dit betekent 1 stap naar rechts en 4 omhoog. Dus a is in ons geval 4. Dus hebben we die gevonden. Y is dus 4 keer x plus b. B moeten we nog uitzoeken. Hoe vinden we dat?
Stel dat we zouden weten wat er voor i uit moet komen, dan kunnen we een waarde voor x invullen, bijvoorbeeld 2 in dit geval. Dus als we dan 2 invullen, wat moet er dan voor i uitkomen? Nou, dat weten we in dit geval wel, want we kunnen kijken naar de parabool en dat punt op die parabool is een gemeenschappelijk punt voor die parabool en voor die lijn. Dus als ik x is 2 invul in de functie van een parabool, dan komt de i-waarde eruit. In dit geval dus 2 in het kwadraat, dan komt dus 4 uit. Dus de i-waarde die hierbij hoort is 4. Omdat het een gemeenschappelijk punt is, betekent dat dat de i-waarde die hieruit moet komen voor een lijn ook 4 moet zijn. Als ik voor x dus 2 invul. Ja, dus ik heb van een coördinaat gebruik gemaakt. X is 2 en y is 4. Ja, en dat hanteer ik in de vergelijking van de lijn. B is nog steeds de onbekende, daar zijn we op zoek naar. Maar we hebben nu een vergelijking met één onbekende en die kunnen we dus eenvoudig uitrekenen. Ofwel, 4 is 8 plus iets. Nou, dat iets dat moet dan min 4 zijn natuurlijk. Maar we kunnen het ook anders weergeven. Het officiële 4 min 8 is min 4. En dat is dan gelijk aan B. Oké? Okay. Bam. We hebben dus hier A vastgelegd en daar B vastgelegd. En hiermee hebben we dus eigenlijk de vergelijking van ons lijn, waar we op zoek naar waren. We moeten dus twee termen uitrekenen, A en B, die hebben we nu gevonden. Dus we kunnen dus de vergelijking van de raaklijn in punt x is 2 van een parabool vastleggen. En dat ziet er dan als volgt uit. 4x min 4. Dit is de gevraagde vergelijking. Wat kunnen we hiermee op het tentamen? Nou, op het tentamen kan je dus een uitdrukking krijgen en gevraagd wordt, controleer of dit de vergelijking is van de raaklijn in x is 2. Nou, dan moet je dus die berekening dus hier, zoals ik het voor heb gedaan, uitvoeren. En dan controleer je of het klopt. Nou, ik hoop dat het duidelijk was.